Waarom zou jij moeten beginnen met fingerboarden? Yo guys, ik ben Barend, ook wel Almost Normal en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ben jij nog bijna normaal? Denk het wel, ik ook namelijk. Ik kwam dus op het idee om deze video te maken omdat ik momenteel, zoals je kan horen, best wel verkouden ben. En dat is natuurlijk niet heel handig in de coronatijd, want oh god, straks heb ik corona. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon maar binnen gaan zitten. En op een gegeven moment is de computer niet leuk meer. En dan ga je naar wat anders zoeken. En dan, boom, is fingerboarden toch wel het leukste ding om te doen. Het is namelijk een superleuke hobby. En ik kan het iedereen aanraden. En ik ga jullie dus even de redenen geven waarom je dit zou moeten gaan doen. Ik heb een aantal redenen opgeschreven waarom fingerboarden nou zo leuk is. En ik hoop dat ik jou kan overtuigen, zodat je het toch misschien gaat proberen. En wij samen deze hobby gewoon super groot kunnen gaan maken. Ik heb namelijk gemerkt dat mijn kanaal echt ziek aan het groeien is. Dank jullie wel trouwens allemaal voor alle abonnees, de likes en het is echt insane. Ik heb nog nooit zoveel support gehad op mijn video's en ja, ik sta er elke dag nog steeds versteld van hoeveel likes en hoeveel views ik kan krijgen. Ik ben super dankbaar, dus dank jullie wel daarvoor. Ik begin gewoon met de allereerste en de allereerste is, het maakt niet uit wie of wat je bent. Oké, het is misschien niet handig als je een hond bent. Als je een hond bent en je kijkt deze video, what's up, maar jij kan dit waarschijnlijk niet. Maar het maakt niet uit of je dik, dun, groot, klein, man, vrouw, het maakt allemaal niet uit. Je kan het gewoon doen en het is gewoon een superleuke hobby. En het is ook superleuk, want je kan met elkaar verbinden. En dat is gelijk de tweede reden, want de community van fingerboarden helpt elkaar echt heel goed. En we proberen allemaal beter te worden en dat is superleuk om te zien. En daarom zie ik ook gewoon superveel reacties van jullie. En jullie hebben vragen en ik probeer dit zoveel mogelijk te antwoorden. En ik vind het superleuk om te doen, om jullie te helpen. En zo zie ik ook dat andere mensen in de comments elkaar beginnen te helpen met hoe je een trucje wel of niet goed kan uitvoeren. En dat is gewoon superleuk om te zien. Dus de community is superleuk en het maakt dus gewoon niet uit wie je bent, want iedereen heeft gewoon een goede, leuke hobby. En de tweede reden is een beetje dubbelzijdig, want het is wel een moeilijke hobby. En niet iedereen kan direct een ollie of een whatever, een kickflip, treflip. En daarom is het wel moeilijk om te leren. Maar dat maakt het ook dat als het lukt en je lukt het constant, dat het heel rewarding is. Het geeft echt een goed gevoel als je een trucje goed landt. En als je een kickflip bijvoorbeeld doet en je landt hem perfect, ja, ik vind dat gewoon heel satisfying. En het helpt mij weer met het willen van andere trucjes gaan leren. En zo beter en beter en beter worden. Dus ja, het is wel moeilijk. Maar dat is super leuk juist. Want dat betekent dat je wat moet leren. En dat betekent dat je er weer veel tijd aan kan besteden. Ja, en de volgende reden is eigenlijk super simpel. Het is namelijk een vrij goedkope hobby. Oké, ik ben een beetje doorgeslagen. Voor mij is het wat duurder. Maar het enige wat je nodig hebt is gewoon een boordje. En voor de rest maakt het eigenlijk niet uit. Alleen een tafel. En waarschijnlijk heb je wel een tafel of een boek waar je dan een manual of een pad van kan maken. Ik zal het even een boek pakken. Hier heb je bijvoorbeeld een boek. Ik weet niet waarom dit boek hier ligt. Hier heb je dus een boek en je kan daar gewoon een manual pad van maken. Je kan daar gewoon zo trucjes op doen. En ja, meer heb je eigenlijk niet nodig. Dus het is ook een vrij goedkope hobby. Wat het natuurlijk ook super leuk maakt. Je kan het namelijk zo gek maken als je wil. Je kan van alles een park bouwen. En het is ook helemaal niet heel moeilijk om een park te bouwen. Dus dat maakt het ook echt wel veel beter. En maakt het ook heel leuk om creatief daarmee bezig te zijn. En dat betekent ook gelijk de volgende. Het maakt namelijk niet uit waar je het doet. Het kan namelijk overal. Als het lekker weer is, dan ga je lekker naar buiten. En dan ga je gewoon ergens een toffe spot vinden. En dan ga je daar proberen trucjes te doen. Als het slecht weer is, dan doe je het lekker binnen. En misschien dat je ouders er een beetje gek van worden of whatever. Want het maakt al veel lawaai. Zoals jullie weten. Maar dat maakt helemaal niet uit. Als je dan gewoon lekker naar boven gaat en je bent gewoon alleen in je kamer, dan doe je de deur dicht en niemand heeft er last van. Wat ik ook een positief ding vind. Nu tijdens corona zitten heel veel mensen thuis en op een gegeven moment is de computer gewoon een beetje klaar. En krijg je een beetje vierkante ogen, zoals we dat noemen. En is het gewoon niet heel leuk meer om achter de computer te zitten. Dus daarom kan ik aanraden om lekker te gaan fingerboarden. Want zoals je nu ook ziet, ik zit met mijn rug naar de computer en ik ben gewoon lekker bezig met trucjes maken. Ik ben lekker gefocust op wat anders en voor de rest is mijn hoofd gewoon lekker leeg. Voor mij heeft het namelijk heel goed geholpen, want ik heb best wel vaak heel veel aan mijn hoofd en als ik dan even ga fingerboarden, dan wordt mijn hoofd lekker rustig. Ga ik gewoon proberen een trucje te landen of een nieuw trucje te leren en dat heeft voor mij heel veel nut. En zit ik met mijn rug naar de computer, dus zit ik niet de hele tijd achter een scherm. En dat kan ik ook wel aanraden, want juist in deze tijd zitten heel veel mensen heel veel achter de computer als ze thuis moeten werken.
werken, whatever, dan is het heel fijn om heel even van je computer af te kunnen om even te gaan fingerboarden. Tegelijkertijd is het ook iets wat je gewoon tijdens het computeren doet. Als je bijvoorbeeld midden in een game zit of heel even moet wachten. Hoppakee, daar gaat hij weer hoor. Dan gaan we even kickflips maken of whatever. Ga je gewoon gelijk verder met oefenen. En dan wacht je totdat je weer een nieuw potje kan beginnen of whatever. Dus dat is ook gewoon heel chill. Het is zo'n tussendoor dingetje. Terwijl je computert, of als je even niet meer wil computeren, dan draai je om en dan ga je lekker... Dan ga je lekker fingerboarden. En uiteindelijk is het gewoon een soort van instrument leren. En dat klinkt misschien super raar, want het is natuurlijk geen muziekinstrument. Maar het is wel iets wat je echt moet leren. En wat ik al zei, het is niet de makkelijkste hobby, wat je gewoon lekker bezighoudt. Ik kan het dus namelijk iedereen aanraden om het gewoon lekker te gaan proberen. En het is een fijne afleiding. En het wordt elke dag, zodra je beter wordt, wordt het leuker en leuker. En dat kan ik ook gewoon iedereen aanraden. Want op een gegeven moment ben je zo verslaafd eraan, dat het niet meer uitmaakt wat je aan het doen bent, als je maar even kan fingerboarden. En juist nu in de coronatijd, dat je vooral binnen moet zitten en niet heel veel kan doen. En we gaan nu natuurlijk ook de wintertijd in. Is deze hobby super, super nice. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen overtuigen. Ik heb hier beneden in de comments wat linkjes achtergelaten. Waar jij je beginboordje kan kopen. Zowel de AliExpress link, dat duurt dan wel lang voordat het verzonden wordt. Als een goede tech deck. Want ja, die zijn je hebt goede en slechte bordjes. Maar dat staan in andere video's op mijn kanaal. En natuurlijk een wat professioneler beginboordje. Maar die is wat duurder. Ik kan je gewoon echt aanraden om lekker te gaan beginnen. En ja, ik hoop dat jullie deze video wel leuk vonden. Ben jij nog niet begonnen? Ga dan beginnen! Ben je al wel begonnen? Kijk dan lekker de tutorials op internet. Internet staat daar vol mee en iedereen kan het lekker leren. Dus ik hoop dat ik jullie in ieder geval heb kunnen overtuigen. Thanks voor het kijken van deze video. En ik zie jullie graag volgende week weer bij de gloednieuwe video. Ik zeg zoals altijd, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. En je... Wat was die truc? Holy shit, zag je dat? Ik deed een... Oké, wow. Oké, shit. Nu ben ik weer afgeleid en nu is het weer verneukt.